Frit, ja, twee vragen, concrete vragen. Twee doelpunten van dezelfde speler op vrije schoppen. Je kunt niet weten, hè. Het is de eerste keer dat hij meespeelt. Dat is gewoon twee fouten die in mijn ogen, kun je die eerste kunnen fluiten. Maar die bal mag daar in principe nooit binnen. Wacht even. Nee, maar we zouden kunnen zeggen, een muur, de keeper in de fout. Ja, oké. Okay. Maar als je ziet dat die fout gefloten wordt, dan stopt het voor mij toch wel. Ja. Maar dat is gewoon rood voor Broekhaart, die fluit gewoon niet. Ja, maar die lopen op 100 meter van de bal, hè. Dus de scheidsrechter en de lijnrechter, die ken maar iedereen. Ja, het is een moeilijke wedstrijd geweest. We wisten, we stonden goed in de organisatie, dan krijg je een vrije trap binnen. Een eerste shot op kader, na 40 minuten van KV Mechelen is 1-0. En dan wordt het moeilijk natuurlijk. Dan moet je het moet je offensiever gaan spelen, dan moet je iets meer druk naar voren zetten. Oké, okay, dan krijgen ze daar een cadeau met een grote strik, tweede vrije trap, ja, okay, 2-0. En dan, ja, dan zie je twee keer buiten spel dat totaal geen is dat we twee keer alleen op doel afgaan. Ja, dan stopt het voor mij. En als ik dan zie dat die nummer 4, De Wit, 8 duidelijke trekfouten. Of toch fout wat hem te laat komt. Geen geel krijgt in de hele wedstrijd. Ja, dat is een lachertje. Plus dat die Brijs daar constant staat te lullen tegen die lijnrechter. Ik heb misschien de helft gedaan wat hij gedaan heeft, maar ik vlieg er wel van. En die staat daar gewoon zonder verwittiging, blijft hij gewoon door. Wat doe je eraan? Ja, wat doe je eraan? Dat is als je klein ploesje bent. Ja. Zeilen denken dat ze een grote ploeg zijn, maar in principe is het geen grote ploeg. Nee, we lagen niet onder als ploeg, hè? We lagen niet onder als ploeg, zeker niet. En ik blijf erbij, gaan we met 0-0 de rust in. Is het een andere wedstrijd, hoor, dat garandeer ik u. Okay. Maar ik ben wel enorm trots op mijn jongens dat ze er blijven voor gaan zijn. Geen mentale dreun voor wedstrijd? Nee, totaal niet. Bekercompetitie is een andere competitie. We wisten dat ging moeilijk zijn, maar ik denk met de middelen dat we hebben, dat we trachten iets te tonen hebben. Oké, okay, met momenten is het er niet altijd uitgekomen. Zoals soms een wedstrijd van twee ploegen op goed niveau, alleen het scheidsrechtstrio. Dat is een schande, maar dat wist je. Als je tegen eerste klasse speelt, zijn je altijd in het nadeel sowieso. Oké, okay, bedankt.